Hallo reviewvrienden, hoe is het daar? Mooi. Ja, is het oké. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we even gaan kijken. Ik ben benieuwd. Jullie ook? Mooi. Appelmoes. Is er iets mis met appelmoes? Daar kan het antwoord alleen maar nee op zijn. Appelmoes is een ondergewaardeerd product. Overigens, is het nou eigenlijk wel een product? Want volgens mij zijn het gewoon strontgemalen appels met een paar handen suiker. Child can do the dishes. En dat is Engels. Voor kind kan de was doen. Enfin, we hebben hier 3 potjes. Nou, leuk. Stront gekopen van Albert Heijn. Eentje waar iemand zijn best tegen gedaan heeft op het labeltje. Dat zal er wel het duurste zijn. En hak. En daar staat appelmoes extra kwaliteit bij. Wat dat zegt, extra kwaliteit, dat weet ik niet. Overigens heb ik wel een keer gekeken naar een uitzending over hoe appelmoes gemaakt wordt. Daar word je niet zo heel blij van. Daar komen gewoon vrachtwagens vol met oude, vieze, verrotte appels. Die flikkeren ze in de kuil. En die hakken ze aan een stront. En klaar. Ja, dus ook vieze rotte appels. Dus ik vraag me af of de extra kwaliteit van hak dat betekent dat daar geen rotte appels in zit. Lijkt mij dus heel erg stug. Maar goed, dat zit er dan wel in. 96,3% appel. Goh. Citroensap, concentraat, antioxidant. Oh ja, en suiker. Nou, dat is niet zo gek. Hoeveel suiker zit erin? Oh, op 100 gram zit er maar 13,5 gram suiker in. Bij die van hak. De duurste, denk ik. Zullen we kijken. Hier, bij deze zit 12 gram suiker in. Dus deze zit al minder van suiker in. Severo 100% appelmoes. Ingrediënt. Appel. Hè? Zit hier nou niks anders in dan appel? Nee. 100% appel. Hier zit 96,3% appel in. Hier 100% appel zonder suikers en andere toevoegingen. En toch zitten er dan 12 gram suikers in. Wat dan blijkbaar suikers van de appel zelf zijn. Dus fruitsuikers. Dat betekent dus, ik ben misschien niet zo snel vandaag, maar dat kan. Dat hier dus per 100 gram, laten we zeggen, hoe staat dat nou? Godverju. 1,5 gram gewone suiker bij wordt gepleurd. Dat is een snel rekensommetje. Nou, hoe zit het dan met de kak goedkope appel? Nou, er zit 97% appel in, dus meer dan die van hak. En dan heel veel suiker. E-nummers, nee, die zitten hier dus niet in. En hier ook niet, maar die van Albert Heijn wel. Maar die kost ook helemaal geen ene reet. Dus dat ze nog geld hebben voor E-nummers is ongelooflijk. Hier zitten op 100 gram suikers, even kijken, hatsikidatsi, 13 gram suiker. Nou, dus in die van hak, wat extra kwaliteit is, zit dus vrijwel de minste appels. Nee, daar zitten de minste appels in en het meeste suiker bij gepleurd. En dat noemen ze een extra kwaliteit. Dit soort dingen hoor je dus nergens, hè, behalve bij Jan's Reviews. Hè? Dit is dus gewoon informatie over ingrediënten. En ook over hoe jij door de poupère wordt gepakt door zo'n duur merk als hak. En kunnen ze wel een handig dekseltje erop schroeven. Maar hier zit het minste appel in en het meeste suiker. Ja, en dan, oh, extra kwaliteit, extra kwaliteit. Nou, mol. Ik maak me inderdaad een beetje kwaad. Overigens weet ik niet of het allemaal uit een andere fabriek komt, hoor. Want als je mij vraagt, is het toch allemaal dezelfde smurrie? Eens even kijken. Nou, dat is niet helemaal waar. Want die van Hak, die is dus geler dan die andere. Kijk maar. Ik weet helemaal niet waarom ik dit nu op zijn kop zet. Maar zie je dat deze geler is dan die? Dat is toch raar? Zitten toch ook gewoon appels in? Ja, misschien andere appels, maar daar worden die gele van. Ik kom achter veel dingen, hè? Appelmoes hebben we het over. Appelmoes. Lijkt verdomme wel een wetenschappelijk programma zo langzamerhand. Laten we even gaan proeven. Ik ga van goedkoop naar duur. Ik heb even opgezocht. Ik dacht dat deze de duurste was. Dat is het dus niet. Dat is de hak. De hak is dus de duurste. Minste appels, meeste suiker, kost het meest. Rare wereld. Rare wereld.
Goed. Appelmoes voor Albert Heijn. Lepeltje. Ja, nou. Het is niet te geloven, maar het smaakt naar ja, goedkope appelmoes. Het is echt gewoon een strontgemalen appels. Met heel weinig smaak. Dit is een appelmoesje als je die krijgt en je denkt, niet helemaal lekker. Maar goed, dan gaan we naar de ene duurste appel prut. Deze is gemaakt van volledig appel. Niks bijgeflikkerd. Ja? En het is niet te geloven, maar ook dit is ja, gewoon vermaalde appel. Maar, geen suiker erbij. Beter voor smaak dan die hoor. Dus dat is raar hè. Dit is alleen maar appel. Daar hebben ze niks bij gemieterd. En die smaakt dan beter. Dan de goedkope van Albert Heijn. Dan zou je zeggen, ja hè. Maar dit hebben ze opgeleukt met al E-nummers en suiker. Dan zou je verwachten dat deze meer smaak heeft. Het smaakt helemaal naar niks, naar water. En deze, 100% appel, smaakt gewoon lekker. Lekker appelmoes. Lekker zuurtje zit er ook in. Nee, dit is een, tot nu toe is dit gewoon mijn favorietje. Maar goed, ik weet het nooit hè. Hak heeft namelijk zijn best gedaan. Ik was net een beetje boos op Hak, vanwege weinig hoeveelheid appels en de grote hoeveelheid suiker. Maar Hak heeft altijd één leuk dingetje. Waar ik hier net bijna een volgende spierbal heb afgescheurd, heeft Hak een potje uitgevonden. Wat heel makkelijk open gaat. Dat is een klik-klak systeem. Hier, klik-klak, klik-klak. Dus eerst doe je eerste klikkie en dan een tweede klakkie. Het gaat makkelijk open. Dat vind ik handig. Bijvoorbeeld voor mensen die bejaard zijn of weinig kracht hebben. Zoals ik. Wat zie ik aan deze appelmoes? Deze appelmoes is iets dikker dan de andere twee. Dat klopt ook. Het is minder grof gemalen. En het is een prima appelmoesje. Duurste, minste appels. Meeste suiker. Meeste smaak. Ik vind het toch iets te zoet. Wat de appelmoes van Hak lekker maakt, is dat het niet helemaal tot zalf gemalen is. Je hebt hier nog een klein beetje structuur in. Maar mij is hij te zoet. Tijd voor de cijfertjes. Je had het niet verwacht, maar die van Albert Heijn kost geloof ik 50 cent. Zonde van je geld. Dit is net een appel. Smaakloos. Die in een centrifuge is geflikkerd. Met een beetje suiker en heel veel water. Dan komt dit eruit. Smaakt naar niks. Ja, dit had niet gehoeven. Geef dan een eurotje meer uit. Dan heb je tenminste wat te bikken. Want dit is gewoon goedkope bagger. Gewoon derry. Blech. En het schijnt zo te zijn dat alle goedkope supermarktmerken allemaal uit dezelfde fabriek komen. Die hebben allemaal dezelfde bagger appelmoes. Is niks. Deze die krijgt van mij een 3. Ja. Het smaakt gewoon naar niks. Ja, het moet toch in ieder geval een appel smaken. Dit smaakt naar niks. Het smaakt naar water. Nummer 2 is de extra kwaliteit appelmoes van Hak. Met een handig dopje. Hartstikke leuk. Alleen het is mij te zoet. Er zitten heel weinig appels in. Heel veel suiker. Het is één grote zoete kledder. Voordeel wel is dat hier meer structuur in zit dan de helemaal tot bagger gemaalde spullen. Hier zit nog een klein beetje dat je denkt, hey, zou een appel kunnen zijn. Deze krijgt van mij een 6. En de winnaar, ik ken dat merk ook niet. Cervero. 100% appelmoes original. Zit qua prijsklasse tussen deze twee in. Dus dit is nou ja, goedkoop en vies. Dit is duur en mwah. En dit is gewoon te zin en yummy yummy yummy. 100% appelmoes zonder toegevoegde suikers. Alleen ja, de fructose van het appeltje dan. En zit ook een klein zuurtje in. Vind ik gewoon het lekkerste. Deze. Die heeft gewoon gewonnen. Die krijgt van mij een 7. Appetap. Nou, lekker allemaal appelmoes halen. Allemaal deze, lekker happy happy doen. Met een kippenpootje en patatjes, voel je net weer 12. Ja, nou, dag!